Ja, en dan zei hij Vots naar school gegaan. Ben ik jij Vots naar school gegaan, 12 jaar. En als hij gedaan wordt, ben ik naar Worm gegaan. Nee, naar Worm. Voor wat Frans te leren. Dus dat was nogal veel in de streek. Dus naar Worm gegaan om Frans te leren. Ja. U groeit me dus café. Ja. Wanneer is dan Europa begonnen bij café? We zijn 33 of 34 naar huis gekomen. Ik ben in 31 geboren en 33 of 34 zijn we naar huis gekomen. En doen wat? En jij, dan mam en pa hebben daar een café. Drie café. Ja. Ja. Wat was dat doen, die café's van doen? Bestond er al een zitten die we te tappen? Nee. Wij doen ze dat doen? Als ze bestond toch? Dat bestond toch? Dan de grote fles. Ja. Maar eerst, dan kregen we, dan als je onder de kroon door naar bak staan, dan krijg je eens per week en dan zou er een halve pijl ijs. Ja. En dat liep dan bij een dermke en de kolder en een tuinke nog niet. En dan vergeten ze dat leeg te maken, ja. En dan had dat overgelopen van de emmer zijn. Ja. En in de zomer, als de warmboer kwam, je door niet bij aan. Dan ik bij mijn velo naar Sontreuer. Weiden nog weer, wie ze door dat is. Ja, ik weet dat niet meer. Ik herinner me dan nog dat die mannen in sleuren hebben, die blokken ijs. Die trokken ze hun deur op de grond. Ja, dus dan tank. Binnen. Ja, ja. Oh, dus dat is uw van deur. Hier, ja, ja. Wat bier was het toen als ze uit hier een café begonnen? Ach. Dat was René, hè. René was toen hebben brouw. René was toen hebben. Dat waren grote tonnen, hè. Grote tonnen, ja. Tonnen. En dat was toch pils al, ja. Gelijk prijs, ja. Dat was goed, ja. Toen had je al die soorten bieren, toen had je een limonade en een spa. Ja, oh ja. Meer was het niet, hoor. En een pijlse klaar, maar meer was zo niet. Ja, weet ik wel, dat wel. Genevel. Ja, dan gaan we toch terug naar Worm. Je zit dan door als Vlaams metzke. Want ik kon, waarschijnlijk kende je geen Frans, maar nee, wij gingen dat door. Dan moesten we hier eerst even doorkomen een voorbereidingsjaar doen. Voor dat we de taal een beetje kosten. En dan waren ze door redelijk streng op de koer. We moesten proberen Frans te klappen. Dan lag je dan onder, dat was een vierkante koer dooien en zijn de venster in dooien. Uiter zoek Vlaams klappen, dan ruipen ze en dan krijg je een slecht punt. En als je zoveel slechte punten had, dan krijg je geen bezoek. Dat was alle montages. Aha, eens per montage. Eens per montage en alle 14 dagen bezoek. Want het was zo streng. Toen voetbalde Sontreuil tegen Worm. Ja, dat weet je ook niet. Nee, maar dat zullen we niet. Dan kwamen zij bij de veilhuis van Brusten naar Worm, naar de voetbal zien. En pa was er ook bij en die was door België gekomen bij Bekske. Ach, mag hem niet zien. Bekske mocht eraf geven. Maar mag hem niet zien. Waar volgde die door? Was dat handel of beroeps? Of wat? Handel was dat. Ja, ja. Ja. Maar de Vlamingen waren veel. Toen ben ik al bekend de eerste geweest. Deur. De andere jaren dan. Toen moest ik nog dat jaar voorbereiding, was ik het eerste middelbaar. En de walen, die waren te lui. Die deden niks. Wij is dat café leven veranderd, vanuit je jong wordt tot na. Is het... Doen ze na meer op of leven ze na meer in de gefeest tegen vroeger of niet? Ja, ja. Ja, de mensen zijn rijker geworden. De mensen hebben aan meer geld keren die in de tijd aan de mensen niks. Hè. Nee, ze kosten natuurlijk lichtje drapje per meter. Nee. Ja. En dat was meer hè, toen nog, mensen van Brussel. Ze deden seizoenenduinen. Ja, seizoenduinen. Misschien de namen niet nu. Nee, dat moet toch niet. Nee, nee. Die kwamen dan keuze plakken. Dan wat pruimen, dan appel en dan bieten, dan konken ze in
Arij. Ja. De bierencampagne. Bier te lossen. Ah, ja. En een ruwestende stage. Geen ruwest was het. Ja, een ruwestende stage. Kon ik dan bier te lossen. Ja. En dan moesten ze zorgen dat ze twee goeie man bedienen aan de waters per ton betalen. Die werkte per akkoord, zei ja. Ja. Die hadden dan in die tijd, die hadden dan wat geld. Als ze werken natuurlijk, anders verdienden ze goed. En de kermis vroeger weggong daar. Stond toch niet op daar? Pas stond op daar op de kermis. Een kettelmuilijke. Ja. En een kenger. Dat was wel een grote kettelmuil. Dat begon, dat verdroeg ik niet. Dat weet ik nog. Dat, door waar we zitten gewoon. En dat bestond ook al. Een rupsel. Een kapper. Ja, ja, maar dat was ik alweer wat groter. Ja, dat was al door. Ja. Ja, en ja, kermis, dan was het bal gewoonlijk waarschijnlijk. Ja, van en 52 stiede de zaal. En 52? Ja, van dan was het bal in de zaal. Ja. Zo was het aan de voorkant. En dat was 10 frank aan het terrein. Ja. Wat kost een pintje doen? Heb je er nog een gedacht van? Ik weet het, daar is ook een gedacht niet meer van. Nee. Dat mag ik misschien nog niet zeggen, dat bestuur Jan Stuprijk. Maar dat mag je wel zeggen, zeg het maar. Die prijkt er als kermis voor een was hij bal. Ja. Als de mensen naar de bal kwamen, nee, dat ze dan verdoemd waren. Was toen al niet. Ja, dat begon al vandaan. En wie speelde dan muziek? Want ja, een disjockey bestond nog niet hoor. Nee. Ja, maar zijn er is Zwarte Lola ooit geweest. Ja, dat is dan later dat geweest. Dat is dan later weet ik geweest. Maar heel vroeger, dus in de jaren 50. Lodewijk. Lodewijk. En Lodewijk Maria. Ja. En Jaws uit Jaw Locks, ja. Ja, uit Monika. Met een accordeon, ja. Ja, dus, ja. Ja, wat hebben we net ook gespeeld. Ja, en dan is... De oorlog heeft ze ook niet gemaakt. Wij haat woorden ze de oorlog uitdrukken. Ach, 9 jaar. Ja. Ja. Toen het eerste bombardement was via in de school. Ja, wat kent je van het bombardement? Nee, dat dan niet. Je had praktisch geen radio, wacht nog niks, niet jullie er niks, je wordt toch geen allemaal de lump. Ja. Toen, wie allemaal op de venster aan. De rij vensters in de school. Hè. Op de plein gaan. Ja, en meer, Dominique en Meertje, zeg maar ontjagen op ons, dat we de kolder in moesten. Ah, ja. En dan zaten we nog eens in de kolder, was een bombardement. Toen hebben ze Josef Loks en Manders. Ja. Toen hebben ze Manders doorheen gebracht. Ja. De kolder, die was in een arm. En die jong was duwd, hè. Ah, ja. Josef zijn zuip en de bos een brazantbom. Ja, ja, brazantbom. Ik weet toch niet wat het is, maar ik heb ja, maar ook, dat was in de vuil verspreiden of zo. En hoe de zaal, ik herinner me dat door de Leeuwenke mede ook gespeeld is. Ook gespeeld. Ja. En een groep van Brusten. En dan is hij een groep van Bolen. Van Bolen, dat is daar waar je me dat waren chique stukken dat hij speelde. Ja. En daar werkte ik 14 dagen aan de zee. We hebben van mijn leven een groot schip op de zee gemaakt. Ja, dat is. Ja. Daar huur ik de mensen nog altijd over klappen. Ja. Die hebben Bolen kunnen spelen. Ja. En ja, toen speelde de Sint-Jurisschilder met Pestuwer. Ja, die waren de koot. Dan bestelde hij mijn alkaat per telefoon. Goed, maar dat kwam ik van een aard. Ja, door zoveel kaart en zoveel. Ja, dat waren van een duur gewend. Ja. Als ze niet aankwamen, dan was er nog benummerd. Ja, ja, dat zien we. Dat de ene kaart met de nummer is wat ja, dan wou je je door. Ja. Ja. En bestuur, waar zei je ervan? Maar wordt hij dat tegen? Nee, die trok hem daar niet aan. Nee.
En dan wordt toen nogal gemengd toneel, mannen bij vrouwen spelen. Ja. Want dat schijnt vroeger ook iets geweest te zijn als zij de eerste keer man en vrouw bij die speelden. Hebben zij ook dek, de Lars, Mariette Maurier. Ja. Marcel, dat was een goeie soort. Ja. Romein Ruiters, Antoine Genet, Victor Cornelis, die mannen hebben Nelly Grammen ook meegedaan. Ja. En de derde kasteelheer die je ook bij. Heb je die gekant, de Baron dan? De Baron niet gekant. Ja. Als kermis wordt, die altijd dikke facturen, dikke betalen. Ja. Die haalt zijn schoen voor al die vijmen. Was die ook zo'n schoen dan? Ja. Die kan mij dan door het dorp gereden. Ja. En is van mijn leven, toen was dat daar nog. Zat er van achteren bij een boom, ja, dan allemaal. Dat leidt dan natuurlijk al, ja, dat was een andere wereld. Het kresseren en zo, wij gaan dat doen we het nog niet even gehad. Ja, dan mag je niet van ons niet. Je mag nergens niet gooien, maar doet het dan? Ja, Nelly en Abdol. Ja. Als zij dan niet van ons schonken, dan mag ik bij die mee gaan. Ah, zo, ja. En nu was dat meeste nog de Carlton. Toen was dat het begin opgelaagd. Ja, opgelaagd, dat weet ik nog. En dan was er van tijd bevullen. Bevullen, ja. Op daar bij. Dus al gezalke geweest. Ja, ja. Toen was dan van tijd op bal. Dan mocht ik door ook zeilig schanken meegaan. Maar anders, dat bestond niet. Want dat liep niet. Dat bestond allemaal. Maar. Dat bestond niet. En kasseren. Ik kwam dan één kasseren. Ja. Eén keer per week of wel? Ja, in de week bij dan café. Oh ja, bij café te hebben, dat kost er gemakkelijker bijna. Ja. Dan zaten die allen over de vleien en gestro kleren en bams. Ah ja, bams ook. Bams ook. En toen wou bams dan op zijn eigen beginnen. Maar weet ik niet of het Bens geweest is of Twan de Bink. Twan de Bink heb ik nog gekaan. Ja, ja, die hadden een ding, een plantage, een peuterij zijn we doen. Ja. Van Brugsken. Een wagel. En we hadden een wegel. En dan Bams gevraagd. Dan deed er hij maar aan het tekenen bij Bams de wagel. Mosmagen. Nee, allee. En toen nog stuk papier. Allee, weer maar weer. Zei Bams me, doe het erg niet aan beginnen, zei er, dat kan ik niet, zei er. Ja, op een deur toch. En Bams was vertrouwd. En Bams was eruit. Ja, nou wat bedrijven.